En de berovingen die plaatsvinden op de weg naar het dorp Kassipora baren justitie-minister Kenneth Amoksi zorgen. Dat zei hij vandaag voor de ministerraad. De bewindsman zegt dat het vraagstuk zijn aandacht heeft. Sowieso een evaluatie moet komen voor precies kan de bepaalde post PD, maar het zal niet veranderen. Bijvoorbeeld in bepaalde buurt, morosma en etang, bepaalde precies maar egotang. Dus een evaluatie ook toe moet gaan naar de tendatie. Bijvoorbeeld kan de omus verplaatsen van een bepaalde politiebureau, gopoti in een buurt of in een district. Dus alleen zijn dat je moet lukken, maar ten aanzien van het geval is, het baart mij zorgen. Al een hele tijd, in het gebied van Kassipora, en Asan is volgens mij een paar kilometers verwijderd van Kassipora. Elke beroving is er één te veel. Daarom heb ik een instructie, ga naar een korpsleiding, dat je een surveillance moet voeren op, ook toe in het binnenland, van tijd tot tijd. Denk aan Goïnabusi ook toe. Amoksi zegt dat er recentelijk ook politieoperaties zijn uitgevoerd in het achterland. De politie van Brokopondo heeft ingespeeld op de situatie nadat er tips waren binnengekomen dat criminelen zich in het bos ophouden. Dat moet meer gebeuren, toch? Het binnenland moet ook onder controle worden gebracht. En als dat is samen naar Legre, we hebben samenwerking met een project voor IDB, dat we kan het binnenland onder surveillance via middels drones. Dat is een voorstel, nou een project zijn we doen. Maar concreet, ten aanzien voor Kassipora, is dat niet eens even spreken naar een kapitein van het dorp. We gaan ervoor zorgen, als maatregel, dat we mensen in die dorpen opleiden die we dan als reservepolitie gaan inzetten. De minister zegt dat er contact met de autoriteiten moet zijn vanuit de lokale dorpsgemeenschappen en zelf gehandeld moet kunnen worden bij hoge nood.